Een hele goede morgen, welkom bij Nieuwe Ups & Down. Jordi ligt heel even lekker te spelen. Ik ga hem heel even in zijn badje doen. Want hij heeft net fruithap gehad. En hij heeft alles helemaal ondergesmeerd en gedaan. En nu heb ik alles een heel eind van schoon gekregen, maar hij plakt nog. Dus ik ga hem heel even in zijn bad doen. Dan is hij ook gelijk weer fris en fruitig. En dan kan hij daarna lekker zijn flesje krijgen en zijn bedje in. Want het is niet te doen, de geplak. Wow. Nou, we hebben het weer voor elkaar. Lekker in bad geweest. Dan ga ik zo zijn flesje maken. En dan kan hij dadelijk lekker naar bedje toe. Hij is lekker ingesmeerd en alles erop en eraan. Maar normaal gaat hij altijd zeuren. En nou heeft hij eigenlijk helemaal niet gezeurd als hij afgedroogd wordt en alles, want dan vindt hij het minst leuke. En nou heeft hij dat niet gedaan. Dus ik heb het in een recordtijd gedaan. Hij heeft denk 10 minuutjes in bad gezeten. Is hij ook gelijk fris voor morgen, want morgen moeten wij al om 6:30 in de auto zitten. Morgenochtend, want om 7:30 moet hij in het Radboud zijn en om 8:00 wordt hij geholpen. Dus waarschijnlijk zijn we morgen, begin de middag, kunnen we alweer naar huis. Dus dan zijn we ergens begin de middag zo ergens thuis, gelukkig. Ik ben wel benieuwd wat die botox gaat doen. Die biop, dat weet. De biop is niet nieuw voor ons, want hij heeft al biopte gehad. Dus ik weet dat als we zeg maar 2-3 dagen een paracetamol niveautje houden bij hem, dan gaat hij daar fietsen doorheen. Maar ik weet niet wat de botox doet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik hoop dat hij daar hulp bij zeg maar, heeft. Dat als ze het erin hebben gespoten, dat het werkt en dat het iets voor hem doet. En ik hoop ook dat hij daar zo min mogelijk last van heeft. Ik heb Jordi net even wakker gemaakt. Normaal doe ik dat niet. Normaal laat ik hem altijd slapen. Maar hij heeft nu al bijna 3 uur en een kwartier geslapen. Ik heb vandaag ook gewoon een hele drukke dag. Want ik heb de was gedaan. Die kon ik de afgelopen dagen niet echt kunnen doen. Omdat die afvoer zaten. Ik heb hier opgeruimd. Ik heb mezelf even gefatsoeneerd. Ik heb de vlog geüpload. Afgeëdit en geüpload. Ben jij net wakker? Hij is nog even aan het wakker worden. Dan ga ik hem zo even soepje geven. Ik leek hem even aan en dan gaan we even naar de winkel. Hé jongen? Hij vindt het zwart-wit vindt hij zo fascinerend. En om 4:00 komt Mamsi. En dan ga ik tussendoor haar nagels doen en voor Jordi zorgen. En ik ga dadelijk, als ze terugkomen, ga ik gauw het eten afmaken. Ze eet ook mee. Nadat ik klaar ben met Mamsi en Jordi op bed ligt en alles, dan ga ik zorgen dat ik de spullen voor morgenochtend klaar heb staan. Jordi's eten, Jordi's kleertjes, Jordi alles wat met Jordi te maken heeft en wat wij mee moeten nemen. Zorg ik dat er klaar staat, want we moeten morgen om 6:30 al in de auto zitten om te gaan. Dus ja, daar kan ik gewoon beter klaar hebben staan, want ik kan niet 's morgens om 6:00... alles nog klaar hebben staan, dan vergeet ik de helft. Dat heeft geen nut. Dat kan ik beter doen als ik bij de tijd ben. Dan ben ik 's morgens absoluut niet. Ja, en vanavond gaat Niels en de buurman, als het goed is, weer verder met de tuin hier. Alles dichtgraven. Ik hoop dat ze ook nog kunnen tegelen. Maar ja, dat zien we wel. Hoe het allemaal loopt. Ik heb besloten om me eigenlijk daar niet meer druk om te maken. Maar goed, ik ga even soepje warm maken voor deze grote wens. Inmiddels is Niels alweer thuis. We hebben allemaal gegeten. En nou is mijn boze nepmoeder is hier. Ze zit te lachen, ze wil niet op camera. Ben ik de nageltjes van aan het doen. We hebben zaterdag hebben we ook nog een feest. En daar zijn we ook voor uitgenodigd. Dus dan zie ik mijn nepmoedertje weer. Kan ze ook niet missen, hè? Zit hier te lachen. Jordi die zit heel eventjes op de grond even tablet te kijken. Want die was gruwelijk chagrijnig.
En Niels gaat hem de fles geven. En dan gaat hij verder in de tuin. Daarna. En ik ga de nageltjes even afmaken. Mijn moeder is alweer weg. Buurman is net nog geweest met alles dichtmaken. Niels staat nu nog een paar tegels erin te slaan. Dan heb ik bijna weer een tuin. We zijn weer lekker opgeschoten in de tuin. Ja, de helft ligt er nu in ongeveer. Ja. Ja. En al het zand ligt weer al een beetje op zijn plek. Ja, ook al. Ja, van het weekend was goed een beetje meer verder, toch? Mm-hmm. En we hebben alle spullen voor morgenochtend zover klaar. En we gaan nog heel even een paar dingetjes doen en dan douchen en kleren klaarleggen voor morgen. En dan gaan we ook lekker slapen. En de wekker zetten. 10 wekkers zetten, misschien wel 20. Moet op tijd op. Maar ja, wij hebben in ieder geval alles klaarstaan, dus we hoeven alles maar te pakken en te gaan. Dus dat is voordeel van goede planning van moi. Met je lijstjes. Ja, ik maak altijd overal lijstjes van. Ik ben een lijstjesfreak hier in huis. Ga ik Jordi ook aan leren hoe we lijstjes van maken. Maar goed, wij gaan nog heel eventjes wat dingetjes doen en dan gaan we ook lekker slapen. Ik weet niet wat we morgen allemaal kunnen en mogen filmen. Maar uiteraard nemen we jullie mee wanneer we wachten en wanneer Jordi wakker wordt. Niet in de uitslaapkamer, maar Op de afdeling. Op de afdeling. Dus dat film ik sowieso. Maar wat ik tussendoor nog ga filmen qua Jordi, wat je ziet enzovoorts, dat weet ik niet. Want daar werkt natuurlijk personeel. En wij gaan personeel niet in beeld brengen. Dus we gaan het wel even zien wat we allemaal filmen. Maar we proberen het wel zoveel mogelijk te doen. Wel trusten. Wel trusten. Slaap lekker. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar het Radboud. Zijn bijna Nijmegen. Even afwachten wat de dag ons gaat brengen, dat weten we zelf ook niet. Jordi is in ieder geval nog wakker. Had vanochtend wel zoiets van papa, mama, jullie zijn niet goed bij jullie hoofd. Waarom maken jullie mij nu al wakker? Dit is niet de bedoeling. Zo kijkt hij ook een beetje uit zijn ogen. Ligt op de OK. Ja, en wij wachten even tot de dokter klaar is. Ja, ondertussen gaan we even aan het eten. Je hebt kork. Mm-hmm. Ja. Nou, is goed, zijn we zo weer thuis. Ja, we hopen het wel. Het zou iets van een half uur, drie kwartier duren. Mm-hmm. Ja. Dus we wachten het even af. Maar hij was rustig ingeslapen, toch? Ja. Ja, het belangrijkste. Nou, wij gaan even verder eten en afwachten. Stukken beter.
We kunnen allemaal klappen, maar kunnen we ook allemaal mee? Ik heb trouwens het telefoonnummer van de poort. Het zijn morgen. Wij gaan jullie aankleden. En dan leggen we straks heel eventjes uit hoe en wat er gebeurd is. We zijn onderweg naar huis. Niels moest nog heel even iets ophalen. En Jordi ligt nu lekker te slapen. Zijn roesje denk ik uitslapen. Garen. Het was straks wel heel zielig, want hij kwam uit de narcose en had best wel veel pijn. Dus, maar goed dat ze daar spul voor hebben. Wij gaan alles uitleggen als we thuis komen. We zijn weer thuis. Jordi maakt nog even zijn dutje af. Ja. Met Boomba samen. Zoals jullie konden zien zijn we erheen gereden. Hebben jullie Jordi gezien wachten in het operatietenuutje. We zijn ermee gegaan naar de OK. In slaap laten brengen. Mm-hmm. Toen wij terug mochten komen, toen hij klaar was met de bioptafname en botox enzovoorts. Toen was de chirurg gekomen en de chirurg vertelde dat... Blijf je nog wakker? Ja. De chirurg vertelde dat hij heel erg vol zat met ontlasting. En dat ze hem eigenlijk verder dan normaal gespoeld hadden. Want dat kon nu, omdat hij dus onder narcose was. Ja. Dus, want de komende paar dagen mogen we hem niet spoelen. Mogen we geen zetpil geven, mogen we helemaal niks. In zijn achterste. Dus hij is gewoon helemaal... Eigenlijk weer nagekeken en ze kon gewoon zien dat het nog steeds niet goed was. Dus alles is gedaan, bioptafname, daar krijgen we over 2 weken de uitslag van. Toen mochten we bij hem in de verkoeverkamer, noemen ze dat. Mm-hmm. En toen was hij wel aan het zeuren en gaf hij aan dat hij het niet leuk vond wat er allemaal was gebeurd. Wat te begrijpen is natuurlijk, want ja, niemand, je gaat het niet voor je plezier doen. Mm-hmm. En toen mochten we terug naar de afdeling. Ja, toen begon hij te zeuren dat hij pijn had. Ja, toen begon hij ook echt aan te geven, ik heb pijn. Op de Jordi manier, zoals dus wij. Dus moesten we weer terug naar de verkoeverkamer? Ja, toen kwam de anesthesie, die kwam en die sprak uit van we kunnen dit geven, we kunnen dat geven. Dus uiteindelijk hebben ze hem een morfine-achtig spul gegeven. Een kwartiertje of zo is hij zijn fles gaan drinken. Toen had hij eindelijk even wat trek, want ja, je moet gedronken hebben, geplast hebben, wil hij zeg maar mogen gaan. Na zijn fles begon hij ook weer wat bij te trekken qua pijn, toch? Ja. Toen kon je ook merken dat morfine wat aan het doen was. En hij had rustig. En toen mochten we weer terug naar die afdeling en daar hebben we eigenlijk denk ik een uurtje ongeveer. Maar ik denk 3 kwartier. Ja, 3 kwartier tot een uur hebben we daar nog gezeten. En toen kregen we te horen dat we in principe gewoon naar huis mochten. Want ja, ze kunnen daar verder toch niks voor Jordi doen. En Niels die slaapt bijna, want ja, het was wel heel vroeg vanochtend. Toen hebben we nog een dapperheidsdiploma gekregen. Ik doe niet de namen van de artsen en alles erbij, want dat is privé. Dus we gaan hem even zijn roesje laten uitslapen. En ik denk dat papa ook zijn oogjes even dicht doet. Hier eventjes nog wat rommelen en ik denk mijn naam. Onze Jordi is inmiddels alweer wakker. En die is op onderzoek aan het uitgaan. Heeft wel gegeten met smaak. En wij gaan nu eventjes met z'n drietjes naar de winkel. Want ik moet nog even wat groentes halen voor soep te maken voor Jordi. En voor Jordi ook eventjes zijn eten halen. Wij eten vandaag frietjes, lekker makkelijk. We zijn naar de winkel geweest, we hebben straks gegeten. En... Niels even weg en Jordi die was zo moe en had zo'n zeurzin dat ik zoiets had van dan krijg je iets eerder de fles en dan ga je maar eens iets eerder naar bed. Hij is echt moe, dus ik heb hem lekker klaargemaakt voor zijn bedje. Dus ik ga hem lekker zo in bedje leggen. Jordi ligt lekker te slapen, wij gaan ook zo slapen. Deze ups en downs sluiten we bij deze af. En tot de volgende. Ja, tot de volgende. Welterusten. Welterusten.